Mijn naam is Merel, ik ben 29 jaar oud, ik kom uit Rotterdam. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een meisje wat heel erg driftig was, kort lontje. Ik was heel erg vrolijk naar de buitenwereld toe. Dus in de zin van, ik was degene die de mensen bij elkaar bracht, die verhalen vertelde, die het ervoor zorgde dat iedereen het gezellig had. En ik groeide verder op in een gezin wat naar de buitenwereld in ieder geval als perfect overkwam. In de zin van dat wij ieder jaar op vakantie gingen, we woonden goed. Mijn vader had een eigen bedrijf. Dus blijkbaar naar de buitenwereld hadden wij gewoon een goed leven. En ik groeide ook op als een kind die het gewoon fijn had, een veilig huis. Maar toen ik ouder werd, of in ieder geval toen ik in mijn tienerjaren kwam, werd ik steeds meer dus dat meisje die kort lont had, die vaak discussie aanging met mijn moeder. Ik vond het moeilijk om dingen los te laten. Als ik iets vond, dan vond ik het en dan was het ook zo. En dat leidde tot heel veel discussies. En dat was zowel met mijn ouders, maar ook naar de mensen in mijn omgeving. En verder was het op dat moment ook dat ik op een punt kwam dat het heel moeilijk ging met mijn studie. Dus ik was aan het studeren. Op dat moment was het nog middelbare school dat ik vastliep en zakte voor mijn examenjaar. En dat was al een teleurstelling op zich. Dus het was echt zo'n punt dat ik niets meer kon overwinnen wat ik wilde overwinnen. En ik had allerlei doelen voor ogen voordat ik klaar was met mijn middelbare school. Maar dat leek ik allemaal niet te kunnen realiseren. En daarnaast was het eeuwig probleem wat terugkwam, dat ik altijd koppig was, dat ik altijd kort lontje had, dat ik altijd die discussies had. Dat bleef jaar in, jaar uit, was dat hetzelfde probleem. Waar ik ene kant soms bewust daarvan was dat het iets vervelend was, en de andere kant onwetend erin was, omdat ik vond dat ik dan gelijk had of wat dan ook. Maar dat zoog heel veel energie van mij vandaan, dus op een gegeven moment begon dat ook te storen. En op een gegeven moment was het ook zo dat mijn ouders uit elkaar gingen. Dus dat gezin dat naar de buitenwereld perfect was, was niet zo perfect als het leek. Dat bracht ook gewoon zijn last naar mij toe. Omdat ik het gevoel kreeg dat ik tussen twee ouders in moest kiezen. Dat ik tussen hun in stond en dat ik moest kiezen. Die gevolgen van de scheiding bracht ook wrijving in het gezin zelf. En dat was voor mij toch wel een heftige impact had dat op mijn tienerjaren. Zodoende kwam ik naar de UKGR door mijn moeder, die zocht naar de kerk en is gekomen. En zo kwam ik meer in aanraking met het geloof. Want vanuit het huis uit hadden wij wel geloof meegekregen, maar niet het geloof zoals ik dat al heb geleerd in de UKGR. En zo kwam ook een campagne van het geloof aan bod. En vele mensen vertelden daarover, vertelden hun levensverhalen en hun ervaringen uit de campagne. Dus toen ik op het punt stond dat ik niet vooruit kwam met mijn studie, dat ik zag, dit is weer een probleem om op te lossen waar ik niet uitkom. Ik wilde heel graag een bachelorstudie doen. Maar dat leek als iets wat een doel wat heel ver leek van mij. Dus toen besloot ik deel te nemen aan de campagne van geloof. Dat was mijn echte ervaring met de campagne. Omdat ik een keer eerder had deelgenomen, maar ik wist nog niet heel duidelijk van wat de bedoeling was. En dat was niet serieus. Dus de ware campagne die ik heb gedaan was voor mijn studie. En ik had toen net een nieuwe iPhone, 2 maanden ongeveer. En daar was ik heel blij mee. En toen was het voor mij duidelijk dat ik dat moest offeren. Omdat er werd uitgelegd dat het offeren betekende iets wat pijn doet. Iets wat in ieder geval wat je moeilijk zou willen opofferen. Wat je zou willen wegdoen. En dat had ik toen gedaan met als doel dat die blokkades die ik steeds maar bleef zien in mijn loopbaan van mijn school, dat weggenomen zou worden. En dat was dus de eerste ervaring die ik had met de campagne. Dat ik daarin mijn alles gaf en daarnaast het verkopen van mijn telefoon ook een extra bedrag erbij zette. Om het verder aan te vullen en in ieder geval aan God te tonen van ik geloof
En vertrouw dat u het onmogelijke gaat doen. Dus dat was mijn eerste ervaring in de campagne. Dat ik dus echt zag dat God alles zegende in mijn schoolloopbaan. Dus ik begon aan de studie. Ik moest tijdens de studie ook werken. En daar had ik geen problemen mee om een baan te vinden binnen de publieke sector. Dus bij overheidsinstellingen hebben kunnen werken. Ook zelfs toen ik tegen problemen aanliep met collegegeld, deed God het wonder dat dat geld wat ik niet had, 1000 euro werd voor mij betaald. Daarna werd het collegegeld voor het volgend schooljaar ook voor mij betaald en schoolboeken. Dus het was iets wat onmogelijk was, wat God opende, de deuren allemaal opende voor mij. En gedurende jaren bleef ik deelnemen aan de campagne van geloof, om door die eerste ervaring die ik had, met als doel dat God in alles dan zou kunnen blijven zegenen en ik aan God ook kon tonen dat ik niet afhankelijk ben van materiële dingen of in ieder geval geestelijke dingen wat ik op zou moeten offeren. En daarin heb ik ook andere offers gedaan. De ene keer was de offer qua kwantiteit groter dan de ander, maar allemaal waren offers omdat God dan weer wat anders aan mij vroeg. En daarna heb ik dan gezien de resultaten van die offers, dat in mijn schoolstudie dat God daarin zegende. Want ik ben toen gaan merken dat ik eigenlijk onzeker was over mijn potentie als professional. Dus dat God mij de zekerheid gaf in de potentie die ik heb. En dat ik daarin moest vertrouwen. En dat God ook steeds meer banen naar mij toe liet brengen. Of ja, liet zien dat ik dat aan kon. Ik dacht eigenlijk dat ik een risico nam, dat is nog ongeveer een jaar terug, dat ik besloot ontslag te nemen van een baan die ik had, maar niet voldoende uitdaging had. En doordat ik dat deed en in een onzekere situatie kwam, dat ik geen baan had en het niet op de tijd kwam zoals ik dat had gepland, dat ik steeds nieuwe uitdagingen kreeg en dat mensen in mij zagen wat ik niet zag. Dus zij zagen rollen in mij die ik niet vooraf niet had bedacht dat ik dat zou doen. Dus ik ben vandaag de dag ben ik teamleider bij een grote e-commerce organisatie en ben ik verantwoordelijk over 15 mensen en als ik werk dan verantwoordelijk over 20 of meer mensen. En dat heeft de campagnes allemaal voor gezorgd dat God altijd bleef zorgen voor mijn financiën. Dat er niets ontbrak. Dat ik altijd een baan heb gehad. En tussentijd heeft God ook een nieuwe visie gegeven. Twee nieuwe visies gegeven om een eigen bedrijf op te starten. Waar ik nu nog in de beginfase van ben. Om naast dat ik een werknemer ben. Dat ik uiteindelijk ook gewoon zelfstandig kan gaan zijn. Daarnaast heeft God natuurlijk gewerkt in mijn geestelijke aspect. Want gedurende de tijd dat ik naar de UKGR kwam, leerde ik meer over geestelijk leven. Want het belangrijkste probleem die ik had destijds was over het kort lontje. En dat ik heel vrolijk was naar de buitenwereld toe, maar dat van binnen niet was. En zo begon ik ook deel te nemen aan de voorstellen daarvoor. En was ik meer aan het investeren, ook voor de Heilige Geest, van de Geest van God. En toen ik dat bleef doen, dat offeren wat ik al leerde van de campagne, dat ook toepaste voor mijn geestelijk leven. Zo had God mij ook gedoopt met de Heilige Geest in de nacht waken. En zo bracht die transformatie bracht ook mee dat ik sterker kwam te staan in mijn geloof, in de strijden die ik meemaak in het geloof en de doelen die ik voor ogen heb om te behalen in mijn leven. En elke dag zie ik dat God begeleidt, dat God de deuren opent om steeds verder te kunnen groeien. Dus vandaag de dag ben ik happy in mijn professional leven, ben ik happy naar de mensen in mijn omgeving, maar ben ik ook vooral gewoon happy met mezelf, wat ik eerst niet had, dat ik het alleen aan de mensen liet zien, maar met heel veel frustraties van binnen liep. Dus ik kan zeggen dat ja, door de campagne van geloof, dat het actieve geloof in mij heeft geactiveerd en ik vandaag gelukkig kan zijn.